Begin van deze seizoen, ik heb het over kunstmest. Dat was de kunstmestprijs 145 SRD per zak van 50 kilogram. En toen een andere ondernemer kunstmest importeerde, was het 135 SRD. En het was een verschil van 10 SRD per zak. Momenteel wordt het verkocht, de koers is hetzelfde gebleven. Er is geen enkele boot gearriveerd met andere ladingen en dergelijke. Nu wordt het verkocht voor 115, zelfs voor 112. De boeren zijn wel erg blij ermee dat de prijs gedropt is. Maar de vraag is wanneer het verschil per zak 20 tot 30 SRD is. Maken deze ondernemers nog steeds winst? En indien ze nog steeds winst maken, dan is de vraag welk winst hebben ze gemaakt op de arme boeren? Voorzitter, voor deze moet er instanties zijn. Het ministerie van LNG, ook van Handel en Industrie, die op deze soort prijzen moeten opleggen. Want alles moet niet in de schoenen geschoven worden van de boer zelf. In het staatsbesluit van 6 september 2005 staat het duidelijk geschreven, het ministerie van Handel en Industrie. De zorg van hem is ook het beleid inzake beheersing van de kosten en levensonderhoud en het toezicht op handels- en industrie- en dienstverlenende activiteiten. Dus zij moeten ook op die prijs letten. Want het kan niet zo zijn dat er woekerwinsten gemaakt moet worden. En wanneer de boer verlies draait en een keertje of meerdere malen iets gaat zeggen, dan moet het gezegd worden dat de boer klagen steekt. We zijn al 2 jaar voorbij en er was sprake van 18.000 boeren en dergelijke. En tot nu toe heb ik via de media kunnen vernomen dat er maar 200 is al gebouwd of aan het bouwen is. Maar wat de gemeenschap van Nigeri wil vragen, voorzitter, dat deze mensen het eerder een bouwtafel willen hebben, zodat zij ook in aanmerking kunnen komen dat zij dus het zelf kunnen bouwen naar zijn eigen keus. Want wanneer deze soort mensen geen werk hebben, dan gaat er geen sprake zijn van in aanmerking komen voor een woningbouwproject, omdat u nu bepaalde documenten overleggen, alvorens u in aanmerking komt. Dus voor bouwtafels gaat er veel belangstelling voor de mensen en ze zouden de woning opzetten naar zijn eigen huis. Ik heb misschien wat dat betreft goed nieuws voor u. U weet dat heel druk was in die keer naar het kantoor te komen van RGB. En ik hoop dat die mensen daar terecht kunnen voor hun problemen. Mensen die voor een bouwtafel in aanmerking te komen. U weet dat de policy van deze regering is dat ieder persoon recht heeft op een stuk grond. En ik geloof dat wanneer in die keer een kantoortje van RGB kwam, deze mensen dus, hoop ik, heel snel aan elkaar geholpen kunnen worden. Dus wat dat betreft is er licht in de tunnel. Tijdens mijn veldbezoek ben ik ook geweest naar het veld, stortplaats Bezingdijk. En ik wou graag willen weten wat de oppervlakte is waar het veld gedumpt moet worden. Waarom ik dit vraag? Omdat niet ver verwijderd, net 100 meter of 50 meter langs de weg, zijn er vuil gedumpt. En als die mensen vandaar de vuil niet op het vuilstortplaats gaan kunnen dumpen, dan is de vraag wanneer de mensen van Kleinhenaar hun vuil niet moeten verplaatsen. Want die mensen vandaar zelf die kooien. En ik heb klachten ook gekregen dat er asbest daar wordt verbrand. Er is een onaangename geur daar, dat het hinderlijk zo is. Maar zij doen ook hun best niet om even te lopen of verder te rijden en het vuil daar te storten. Er moet ook daarop gelet worden.